We gaan het hebben over het Aviodroom. Uh, we hebben een vrijwilliger van uh, Aviodroom. Er zijn er heel veel uh, ja. bij dat museum, dat weten we inmiddels. Fokko van Elsland is er één van, ook zo'n vrijwilliger bij uh, Aviodroom. Goedemorgen. 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 Hoe is het om als vrijwilliger te werken bij het Aviodroom? Dat is heel leuk. Ja, hoe ben je er ooit heel zo leuk. verzeild geraakt? Uh, ik ben met de een de aantal jaar geleden gestopt met werken. Ja. Yeah. Toen heb ik op een gegeven moment, ja, wat, wat, wat wil je dan? Toen heb ik het AVO droom benaderd. Van hebben jullie wat? Ja. Dan nou, kom maar eens praten. Ja. ja. Dan zijn ja. Waar werkt hij altijd in? Ik heb de laatste twintig jaar bij leasemaatschappijen gewerkt, Autoleasemaatschappijen. Ja, dus Ja. Was je heeft dan... helemaal niks met luchtvaart te maken, maar wel in de technische hoek. Oh, oké. Okay. Ja. Dus wel uh, met de onderdelen sleutelen. Niet sleutelen? Niet? Nee, 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 puur uh, het, het, het beheer van een uh, van een uh, Oh, oké. Okay. Ja. Had je wel technische achtergrond? Dan? Ja, 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 ik heb een technische opleiding. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, sleutelen aan een vliegtuig is denk ik toch wel wat anders dan sleutelen is, aan een auto? Ja, dat is echt heel anders. Ja. 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 Waar, waar zitten de grote verschillen dan in? Nou, in dit geval hebben wij een houten vliegtuig gebouwd. Een houten vliegtuig? Houten vliegtuig. Waar we het nu over gaan hebben, dat is de DH9. Ja. Het allereerste KLM-toestel. Ja. En dat ding is helemaal opgebouwd uit, uh, uit hout. Dus zo, compleet houten frame. Waar begin je eigenlijk als je zoiets gaat doen? Met het bestuderen van tekeningen. En zijn er genoeg tekeningen die ook Want nog goed zijn. Deze waren een heleboel tekeningen beschikbaar. Ja. Ja. Waar haalden die vandaan? Uh, die lagen in het archief gaf. in Den Haag. En ja. uh, er is ooit een stichting begonnen met het uh, bouwen van een replica van een dergelijk toestel. Dat hebben ze gedaan in Amerika. Ja. En uh, zij hadden alle tekeningen al verzameld uh -huh. en die hebben wij ter beschikking gesteld gekregen, omdat zij gestopt zijn met hun project. Uh -huh. Zij hadden de vleugels al gebouwd, die hebben ze ons geschonken. Oh, dat is mooi. Ja. En, uh, het onderstel hebben ze ons geschonken. Oké. Okay. En uh, daarna zijn wij verder gaan bouwen met de romp. Ja, dus dat is ja. kijken naar tekeningen, dat is uh, ja, onderdelen op maat maken, in elkaar zetten en... We zien hier nu een foto, ook voor de mensen die met ons meekijken via televisie ja, of ja. internet. Kun je eens vertellen wat, wat we op deze foto zien? Want dat zijn allemaal losse onderdelen. Wij zijn uh, enorm op zoek geweest naar een motor voor, uh, voor deze DA9. En ja. daar is eigenlijk niet aan te komen. Nee? Want als je een motor vindt, is die niet koop. Dingen zijn zeldzaam. Oh. Ja. Wat, wat zijn het voor motoren? Dat is een uh, Sedley Puma. Ah. Dat is een Engelse motor, een yes. zescilinder motor. En uh, wij konden niet aan zo'n ding komen. Dus eh, op een gegeven moment kwamen wij in contact met een modelbouwer. En die heeft voor ons zo'n motor gebouwd. Maar modelbouwers zijn meestal de mannen ja. die in de kleine dingetjes werken, Ja, precies. Werken, toch? Maar hij kon het ook in het groot. Oh, fantastisch. Dus hij heeft de motor één op één gebouwd. Ja. En daarvan heeft hij alles wat buiten de motor zat, 3D geprint. En daar zie je hier een aantal voorbeelden van. Onder andere carburateurs, uitlaatsprijsstukken, nippeltjes, beugeltjes. Ja. Dat heeft hij allemaal 3D geprint. En de rest heeft hij opgebouwd. Van PVC-pijp en epoxy. Het is zo bijzonder hè, dat, je, dat je dit dan gewoon helemaal nakomt Met alleen maar vrijwilligers. Ja. Je bent natuurlijk niet de enige die dat nee, heeft gedaan. Nee, nee. Met acht man gedaan. En hoe lang doe je dat dan over? Wij zijn drieënhalf jaar bezig geweest. Maar is dat dagelijks? of zeg je Nee, twee, even... twee dagen in de week. In twee dagen in de week, in ja. drie jaar tijd, bouw je dus ja. met een groep vrijwilligers dit, dit, dit deze kist? Ja. dit ja. toestel. We hebben voor een aantal uh, dingen hebben we extra hulp gehad. Zoals het bekleden van de vleugels. Dat konden we niet zelf. Daar hebben we een aparte groep voor binnen het Aviodrome. Mm -hmm. Die hebben dat voor ons gedaan. En ik, ik denk dat alles bij elkaar er zo tussen de 15 en 20 mensen aan gewerkt hebben. Ja. We zien een mooie foto nu van de H-Nabo. Is dat ook de ja. officiële registratie? Ja, dat van de is de tijd? officiële registratie van het allereerste toestel. Ja, dus laten we ja. daar de P voorgekomen, geloof ik. Hè? Het is de nu de p is, is voor ja. Nederlandse vliegtuigen. Ja, ja. Uh, dit is een foto van het origineel. Ja, ja. ja. Prachtig ook. Maar als we nu de nieuwe foto nog even, even zien, waar zit uh, het meeste van jouw werk aan? De motor, ja. denk ik. <laughs> nee, die motor nee? die hebben laten bouwen. Wat het, 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 is, oh, is jouw Sa stupje. zagen van uh, 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 de spanten uit blokken hout en nou, dat soort dingen. Ja. En het, het begeleiden van het geheel. Maar ben je dan trots als je dit zo ziet? Ik ben apen trots. Ja? Ja. Kan het nee. ook echt vliegen? Nee. Nee, de Daar motor, hem, niet motor draait ook niet, hè? Nee, de nee, motor, doet het maar, niet. motor nee. kan niet draaien. Nee, uh, maar... maar we hebben hem er ook niet voor gebouwd. Nee. nee. Want uh, dan moet je aan zo verschrikkelijk veel eisen voldoen. Mm -hmm. Ja, dat, uh, dat redden wij niet. Is dat niet haalbaar van alle... qua tijd of financiën? Uh, zowel tijd, financiën, maar ook kennis. Huh. Want wij zijn met een, een groep mensen en we komen geen van allen uit de luchtvaart. Mm -hmm. dus en, en toch zoiets de... maken, dat is toch wel heel bijzonder. Ja, maar dat is gewoon met Wat je met tekeningen kan doen, ja. We ja. mee aan de gang. Ja. Nou, nou is dit een replica, maar het heeft deels ja. wel originele onderdelen, hè? Er zit een originele propeller op en een deel van het onderstel is origineel. Is dat ook geschonken? Dat is ook geschonken, ja. Vanuit Amerika ook? Nou, die propeller, die, ik, ik, ik weet niet precies waar die vandaan komt. Die hadden wij liggen ja. in het aviodroom. Ja. Dus dat is wel een originele van dit type motor. Ja. En het onderstel, dat hebben we inderdaad geschonken gekregen vanuit Amerika. Mooi. Is die <laughs> ja. klaar of niet? Hij is klaar. En hij staat nu in de expositie, dus iedereen kan hem nu ook daadwerkelijk zien. Ja. We hebben hem gedeeltelijk achter de schermen gebouwd. Het laatste deel hebben we in de in de T2 gedaan. Mm -hmm. Wat is dat? Maar hij is nu. Dat is de, die groene hangaar die langs de oh, die, weg staat. hier. Ja, ja die het ja. beste te zien is. Ja. 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 Maar hij staat sinds uh, wat is het eind oktober, begin november staat hij in de expositie. Zijn jullie gaan... namen er ook bij of niet? Nog niet. Maar, maar, maar dat gaat wel gebeuren. Maar er komt waarschijnlijk wel iets bij met wat uh, wie daar ja. gewerkt heeft. Anders ja. dan doen we dat wel aan de binnenkant. Ja, ja, precies. En en hoe zijn de reacties van het publiek? Positief. Ja, dat is mooi. mooi. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, want sinds de verbouwing komen de toestellen ook allemaal beter uit. Ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, nou, Deze is klaar. Uh, dan komt er een nieuw projectje aan, denk ik, toch? Dat denk ik wel, ja. Weet je al ja. wat het wordt? We zijn wel met een aantal dingen bezig, maar daar is nog niet helemaal zekerheid Weer een oudje dan, of dat iets moderner? Dan wel weer iets ouds wat uh, nieuw gemaakt moet worden, ja. Zullen we het leuk, ja, natuurlijk is dat een uitdaging. Ja, ja absoluut. Ja. Maar ik zie dat je straalt als je erover ja. vertelt. Ja, maar ik vind het leuk om dan weer met wat nieuws te beginnen. Ja, snap ja. ik. Ja. En dan weer, nou, we kunnen weer de komende jaren weer zoeten in ieder geval, als het weer zo'n ja. soortgelijk project uh, wordt. Ja. Leuk dat je erover wilde vertellen, uh, Fokko uh, Elsland. En uh, we kunnen dus uh, dit uh, mooie toestel gaan zien, de DH9. Ja, absoluut. Bij ja, Afrika droomt natuurlijk gewoon uh, hier onze buren. Ja. ja. Dank voor je komst. Gaat Dankjewel je Bedankt voor je verhaal. Jo.